Radio Signaal, dat is Leuven. Simon, je bent ook van Leuven. Wat kom je hier doen? Proberen de wedstrijd te winnen met mijn ploegmaten. Dus vandaag staat er een provinciale titel van de Elite 2 op het spel. Elite 3, excuseer. En we gaan proberen die intro binnen te halen voor ons. Als ik jou zo hoor, bescheiden ben je helemaal niet. Dus daar zijn kanshebbers. Ben je zelf ook kanshebber? Laten we zeggen, in de tweede of de derde man pas. Met mijn broer hebben we denk ik wel een goede kanshebber, samen met Jonas Heijmans. En we gaan er ons best voor doen om die mannen de titel te laten pakken. Hè. Ben je over het Turken al geweest, het parcours? Ja, ik ken de omloop. Weinig verrassingen, vlakke omloop. Zestal bochten, een klein knikskinis in Pietersrode. Het kan hier alle kanten een beetje uit. Oftewel een massasprint, oftewel een groepje vooruit, maar dat gaan we wel straks zien. Ga je de koers hard maken met je team van in het begin? De tactiek? Ik denk dat het is een open wedstrijd is, dus de Elite 2-renners staan hier ook aan de start. Dat zal eerder aan die mannen zijn om de koers te gaan bepalen. En wij moeten gewoon proberen slim mee te kruipen eigenlijk in de ontsnappingen. En waar komt de concurrentie vandaan? Dat is een goede vraag. Ik denk de mannen van Ittel, dat daar wel een paar kanshebbers zitten. En voor de rest weet ik het niet echt in Brabant. Maar ik zal dan de nummer straks wel zien, wie dat kind toch moet houden. Hè. Dus in feite, tactiek bepalend, weet je niet wat je moet doen? Ofwel gewoon attackeren, ofwel in de loop blijven bij de anderen? Ja, meestal in een open wedstrijd, als je al mee bent in de ontsnapping, heb je een grote kans om te winnen. Hè. Want stel dat je met die renners voorop bent, dan zijn er misschien twee of drie Elite 3 renners bij. Ja, dan weet je dat je die moet in toog houden. En dan is het gewoon kijken naar die mannen. En eigenlijk niet echt rekening houden met de overwinning op zich, want het gaat over de trui vandaag. Hè. Het weer zou ook een spelbreker kunnen zijn, of heb je graag regen? Ik heb er altijd goed tegen gekund. En het is niet koud, het is plus 15 graden, dus daar gaan we geen last van hebben, denk ik. Oké, succes. We houden je team in de gaten en jou ook. Hè. Dank je wel. Komt in orde.